servants listening, please cover them today, I pray. Jesus, whoever's watching, please protect them along the way. Wherever they go, please go with them, and let your grace and mercy follow them. I pray for favor, unusual favor and healing, supernatural healing and blessings to overtake them. This is my prayer for you. This is my prayer for you. When the day comes to an end, I pray, my friend, you'll say, God did it. Amen. Goedemorgen, broeders en zusters, ook allen die waar dan ook de online dienst beluisteren. Het is vandaag zondag 6 december, tweede adventszondag. Ik begroet u met het woord van de week, gehaald uit Lucas 21 vers 28. Richt je op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Het woord van de maand, gehaald uit Jesaja 58, vers 7. Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Nogmaals van harte welkom alle gemeenteleden. Ook welkom aan dominee Zinnagel die vandaag in de dienst voorgaat. En ook welkom aan de kinderen van de zondagsschool, de jongens en meisjes en hun leiders en leidsters. We zijn allemaal gasten in Gods huis, huisgenoten. Zieken. Bidden is een christelijk kenmerk en een belangrijk fundament in de praktijk van het gemeente zijn. Daarom blijven we bidden voor de zusters Astrid van de Vijver, Emma Leijsberger, Edith Tellesvoor. De broeders Leo Wongsiki, Eddie Wijnmans en Wim Lansdorf. En ook alle anderen die niet bij naam genoemd zijn. Nou, vorige week hebben we u verteld dat broeder Henk Martodrono is overleden. En morgen wordt hij rond 11 uur in besloten kring begraven. Jarigen. In deze nieuwe week zijn jarig op 7 december zuster Eugenia Shani. 8 december zuster Joyce Doesburg. 9 december zuster Norine Seinpaal. 10 december zuster Marta Kenswil. 12 december broeder Romeo Starke. En vorige week, of 27 november, was zuster wel eens jarig. Ik heb begrepen dat ze vandaag wel in de dienst is. Niet? Oké. Zuster Lea Pinas, die is ook in de dienst vandaag. Ze is herstellende. Dat wilden we u ook meedelen. Collecten. Ook vandaag hebben we 3 collecten. De eerste is voor de eigen gemeente. De tweede voor in geval van nood.
en de derde voor het beheerfonds. Nou, dan hebben we een aantal mededelingen, hele bijzondere. Vandaag op 6 december is er in Dordrecht om 14 uur Advents zangdienst. U bent van harte uitgenodigd. De komende diensten in deze maand december. Volgende week, 13 december, heeft de zondagschool gezinsdienst. En uit hoofde daarvan is de avondmaalviering verschoven naar zondag 20 december. Dus niet meer op 13, maar op 20 december. Wilt u het zoveel mogelijk aan elkaar doorgeven? In verband met de steeds nog geldende RIV-maatregelen en het minimaal aantal kerkbezoekers heeft de OR besloten om de kerstvieringen van Maassluis en Dordrecht op te schorten. Dus ze gaan niet door. We hopen volgend jaar dat de situatie genormaliseerd is en dat we weer kunnen kerken. De gemeenteleden van deze werkgroepen, die krijgen een kerstgeschenkje. En natuurlijk zijn ze welkom in onze twee diensten, namelijk kerstnacht, kerstavond 24 december en op 25 december in onze kerstdagdienst. OR-verkiezingen. Op zaterdag 27 februari 2021 worden de OR-verkiezingen gehouden om 1 uur. Voor de nieuwe oudste raad zijn er 6 plus 1 kandidaten nodig. U bent tot uiterlijk 16 januari 2021 in staat. U mag zich melden bij de oudste raad. Elk beleidend OR-lid die tot en met december 2020 zijn of haar kerkelijke bijdrage van €180 heeft betaald, mag zijn haar stem uitbrengen. Nou, de kandidaten moeten dan een formulier bij ons afhalen. Het moet ondersteund worden door 10 kiesgerechtigde leden. En het moet ingeleverd worden uiterlijk 16 januari 2021. En op zaterdag 23 januari wordt er een gemeentevergadering gehouden hier in deze kerk. En u bent uitgenodigd. Dan heb ik nog een mededeling van het landelijk jeugdwerk. Er is een uitnodiging voor de jongeren. En als er een... Ik deel graag mijn mening. Jij toch ook? Daarom is EBG Live opgezet. Om te connecten, praten en discussiëren met jongeren over actualiteiten die spelen binnen en buiten de kerk. Om het jaar goed af te sluiten gaat EBG Live op YouTube Live op zondag 13 december om 8 uur. Wees erbij en deel je mening. See you there. Broeders, ons hart vloeit over van dankbaarheid. En daarom zeggen we, kom ik wie vadong, na nga kni na grong. Voor prijzen wie bumasra, voor een biji roko. We got a bon voor true. Voor wie kan liben dan? Onze God doet wonderen. Wonderen zonder taal. En dit alles en nog veel meer hebben wij als werkgroep gedurende deze reis steeds naar elkaar uitgeroepen. Gemeente van Jezus Christus, vandaag, 6 december, precies 62 dagen, oftewel 8 weken, of zo u dat wil, 2 maanden geleden, is er namens de oudste raad een beroep op u gedaan. Om ervoor te zorgen dat onze kerkbel blijft luiden. Laat ik u tussendoor vertellen dat de actie kerkbel beëindigd is. Dus voorlopig geen kleurkaarten meer. Als u alsnog een donatie wil doen, heel graag. Maar dan ten behoeve van de renovatie.
U mag dezelfde bankrekeningnummer gebruiken ten behoeve van de renovatie. Oké, even terug. Wel. Vandaag mag ik u namens de werkgroep meedelen dat door uw overweldigende enthousiasme en ongekende ondersteuning, zusters en broeders, en zeker niet onbelangrijk, de vrienden van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam Centrum in binnen- en buitenland, het totale bedrag dat ontvangen is per automatische overmaking en per kas bedraagt 20.080 euro. Ja, u hoort het goed. 20.000 heeft u bij elkaar gebracht. Boven verwachting heeft de Heere God rijkelijk voorzien via u allen, die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan dit financieel succes. Door uw vernieuwing, door deze vernieuwing, zal de stem van de kerkbel weer voor tientallen jaren blijven klinken. Mogen de genade van de Heer Jezus Christus met u en de uwen zijn, is onze wens en bede. Grantagne, onze dank is zeer groot. Dank namens de werkgroep. En weet u, ze zullen het me niet in dank afnemen, maar ik wil de namen van de leden van de werkgroep aan u doorgeven. Broeder Theo Kortram, zuster Thea, die nu in Suriname verblijft, zuster Thea Grens, zuster Lea Pinas, zuster Marijke Pregers en zuster Meta Walden en mijn persoon. Broeders en zusters, wat is u? En oh, en zuster Zinhagel, hoe kan ik dat vergeten? Zuster Sandra Zinhagel. Nou, als je zuster Sandra Zinhagel hebt om te helpen met een actie, dan heb je er een. Dus broeders en zusters, alles kunnen we waarmaken door Hem die ons kracht geeft. Dank u wel. Nou, dan wil ik ook broeder Terhaar van harte welkom heten, die de dominee gaat ondersteunen bij het gezang. En dan gaan we de paaskaas aansteken, dominee. Jezus is het licht. De duisternis zal niet overheersen. Er is licht voor iedereen. Het dagwoord is gehaald uit Daniël 3, vers 32. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. En het leerwoord gehaald uit 1 Johannes 1, vers 2. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen het u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. En het bijbehorend lied van Paul Gerhard. Uit het zalig hemel leven treedt de held die het geweld van de dood doet beven. Gij wordt mens, wie kan het vatten? Koningszoon van zijn troon opent ons zijn schatten. Nu mogen er twee kaarsjes aan. Ons wachten wordt beloond. Het wordt steeds lichter in de kerk, het huis waarin God woont. Nu mogen er twee kaarsjes aan. Ons wachten wordt beloond. Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont. Dank u wel. Van mijn kant ook goedemorgen, broers en zusters, jongens en meisjes van de zondagschool die luisteren, daar achterin ook, en kunnen de dienst volgen. Het is tweede Adventszondag en ik wil u groeten met een woord ter bemoediging, een volharding, of nee, ik zeg het niet goed, een woord dat Paulus gebruikt om ons geloof te laten volharden in alles wat we beleven in dit leven. En hij zegt, neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen. Dan zul je gered worden, zowel jij als hen die naar je luisteren. We moeten dus volharden in het geloof en wat we ervaren, niet opgeven, maar blijven uitzien naar wat God in petto heeft. Voor u, maar ook voor degene die in uw omgeving is. Met andere woorden, geloof in die God die alle macht heeft in de hemel als ook op de aarde. Hij die alles weet, ziet en kent. Een God voor wie we ons niet kunnen verschuilen. Een God die overal met ons is. Al zou je in de diepste zee gaan of de verste plek op aarde zoeken, hij is er altijd. En hij kent onze situatie. Hij weet precies wat we doormaken, wat we ervaren. Maar weet ook wat de oplossing is. Paulus leert ons om dicht bij God te blijven. Te blijven wandelen in zijn nabijheid. En als we dat weten, dan is voor ons het klip en klaar dat van hem alle hulp is. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. En het werk zijner handen niet laat varen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mag ik u vragen om op te staan, zodat we de dienst in Gods hand kunnen leggen. Onszelf helemaal kunnen openstellen voor datgene wat God beoogt met deze dienst. Met ons persoonlijk, maar ook samen. We zijn dankbaar, hemelse God, liefdevolle Vader, dat op deze tweede zondag in Advent wij opnieuw in uw bedehuis zijn verschenen. We hebben uw roep gehoord, Heer, om in dit huis van u te zijn. Uw roep om u te zoeken, want u leert ons dat wie zoekt zal vinden. Om bij u steeds aan te kloppen. Want wie klopt, voor hen zal worden opengedaan. Sterker nog, Heer, u leert ons te bidden. Want alleen wie bidt, ontvangt. Zo, hier zijn we. Zie genadig op een ieder van ons neer. En vergeef ons van de dingen die we verkeerd hebben gedaan. In spreken, in doen, als ook in denken. Wil uit genade ons weer schoonwassen, goede God. Van hoofdschedel tot voetzolen. U kent ons hart, want u ziet het hart aan. Niet het uiterlijke, maar het innerlijke. Het hart, Heere, dat we voor u openstellen op dit moment opnieuw. Opdat u Heer kan reinigen en heiligen met het dierbaar bloed van het Lam. Het Lam dat de zonden der wereld wegneemt. Jezus de Christus. Reinig ons, omdat Heer, we volledig open willen staan voor datgene wat u ons wilt meegeven vandaag. Zegen ons, Heer, in dit samen zijn. Neem elk onderdeel van deze dienst in uw hand. Gebruik een ieder die tot nu toe en straks een bijdrage levert, Heere. In welke vorm dan ook. Opdat we tot eer van uw naam mogen functioneren. Wilt zijn met de zondagschool? Heer, help hem. Die zijn zich aan het voorbereiden voor hun eigen dienst volgende week. En zo, Heere, leggen we alles in uw hand. Hier, maar ook bij allen die met ons meeluisteren, meekijken, met ons verbonden zijn. Door Christus Jezus onze Heer. Amen. Goed, u blijft staan. Wij gaan ons dan door middel van
een belijdenis, zingen en belijden, stellen we ons open voor de Heer, want op Hem mogen wij blijven hopen, wat er dan ook gebeurt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Richt je op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Amen. Vervul, o Heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. Ik wil in nood, moet u ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waarom mij heen de wereld woont. O, mocht ik uw troost ervaren, doe in toch weer in mijn gemoed. O Emmanuel, Gij die der wereld heiland zijt, Heilige Lam van God, dat der wereld zonde draagt, Vorst der heerlijkheid die de wereld overwon, bereid uw harten, Gij zondig mensen kroost. Hij komt die voor uw smarten verlossing heeft en troost. Gods eeuwige Vader min heeft hem ten licht en leven gezonden en gegeven. Hij keert bij allen in. Uw heiland zal verschijnen, Hij spreekt u vriendelijk aan. Wie noemen zich de zijnen, bereidt gij hem de baan.
zalen reist, gij koning, zoekt in uw hart een woning, ontsluit het voor de Heer. Dan gaan we nu luisteren naar de eerste de schriftlezing voor vandaag, Lucas 21, de versen 25 tot en met 33. En dit gedeelte is slechts een deel van waar Jezus spreekt over de reden van de laatste dingen. En verwijst daarnaar naar de eindtijd. De komst van de mensenzoon. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren. Want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer het alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat die uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Amen. Tot zover de lezing voor vandaag. En zoals het klinkt, Jezus zegt dat, richt je dan op en hef je hoofd, want je verlossing is nabij. Laat ons bidden. Dank u, hemelse God, liefdevolle Heere Jezus Christus, Zoon van God de Vader. U bent het die ook weer vandaag tot ons spreekt. Die woorden die u ruim 2000 jaar geleden heeft uitgesproken, die tot vandaag aan de dag actueel zijn. Woorden die ons stil doen zijn, want u herinnert ons eraan dat wij acht moeten slaan op wat er om ons heen gebeurt. Dat we niet kunnen blijven leven in ons eigen wereldje alleen. Maar dat, Heer, wij onderdeel zijn en deel uitmaken van een groter geheel. Het plan dat u heeft met mens en wereld. Mag dat vandaag tot uiting ook komen, Heer, in het woord dat u tot ons wilt spreken. Wilt plaatsnemen dan door middel van uw geest bij een ieder om te onderrichten. Om wegwijs te maken, want u weet als geen ander hoe we hier zijn gekomen vandaag. Elk hart, elke gedachte. Heer, u leidt dat naar uw wil. Zo bid ik, uw knecht roept tot u. Neem mij in uw hand, Heer, en dank u dat u mij gebruiken wil om uw woord van liefde, van kracht, van hoop, van leven te verkondigen in alle vrijmoedigheid. Hier ben ik. Neem mij in uw hand en gebruik mij. Boven bidden, boven denken. In Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, gemeente van onze Heer en Koning Jezus Christus. Op deze tweede zondag in Advent, de afgelopen zondag, eerste Advent, kunt u zich herinneren als u erbij was of de dienst heeft gevolgd, heb ik het gehad over waakzaam te blijven en voortdurend te bidden. Nee, ik zeg het niet goed, om te wachten met een verwachting, een blijde verwachting. Wachten op een blijde verwachting. Je moet dus hoop blijven houden. Dat was de afgelopen week. En op deze tweede advent gaat het op wat ik net zei, om waakzaam blijven en voortdurend te bidden. Waakzaam blijven en voortdurend te bidden. Wat houdt dat precies in? Daar wil ik met u kijken wat Jezus ermee bedoelt.
Want die oproep is net als toen even actueel vandaag, broers en zusters. Juist in deze tijd van onzekerheid, van dreiging, van onrust, van angst. Die lijken maar normaal te zijn in ons leven vandaag aan de dag. Behalve de impact van en de gevolgen van het COVID-19-virus, is het ook van belang om te letten op bijvoorbeeld de aanslagen hier en daar, meestal met een terreurmotief. De vele oorlogen, kleine oorlogen, grote oorlogen, met als gevolg dat ook voor onze wereld, dan noem ik het voor de makkelijkheid, deze moderne wereld, het Westen, waar een stroom van vluchtelingen naartoe komen. Maar ik noem ook de vele andere oorlogen met als gevolg dat de klimaatveranderingen ons niet rustig laten slapen. Het is ook een oorlog, want ook wij voeren onbewust oorlog tegen Gods natuur. Wij zijn ook door ons gedrag bezig om de natuur kapot te maken, als het ware. Met als gevolg extreme verschillen in seizoentijden en in de natuur. Maar ook wantrouwen, broers en zusters. Wantrouwen tegen de politiek en tegen de media. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar overal is er onrust. Er zijn dus voldoende redenen om bezorgd te zijn. Om jezelf af te vragen, hoe moet dit verder? En hoe lang zal dit nog duren allemaal? En wat doet het met mij als gelovige, als christen? Goed om daar even stil bij te staan. Want we horen het. We zien het op het nieuws, de televisie. En het is alsof het aan ons voorbij gaat. Het is ver weg van ons misschien, dat gevoel. Maar we zijn onderdeel van het geheel. Afgezien dan ook van de kleinere dingen die we ervaren als een persoonlijke aanval op ons leven, op onze vrijheid, op de dingen die we niet meer normaal kunnen doen zoals we willen. Wist Jezus van deze tijd? De tijd dat er een pandemie de wereld zo in een greep zou houden? Het schriftgedeelte dat we hebben gelezen vandaag is een weergave van een stukje onderwijs van Jezus zelf. En dat was kort nadat hij zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem had gemaakt. Dat hebben we de afgelopen week gelezen. En kort voor zijn arrestatie en veroordeling, zijn kruisiging, zijn sterven aan het kruis. Het was dus de laatste week van Jezus hier op aarde, broers en zusters. Vlak voor zijn laatste Pesachmaal. Voordat hij de discipelen had uitgenodigd om naar de kamer boven te gaan, waar hij het laatste avondmaal met hen zou vieren. Is het ook de laatste week, zou je kunnen zeggen, voor deze wereld? Laatste week in geestelijke zin? We zeggen vaak, het is 5 voor 12 of het is 2 voor 12. Is het inderdaad de laatste week? Wat wil Jezus ons meegeven vandaag? Zijn woorden zijn in ieder geval een aankondiging van wat allemaal staat te gebeuren in de tijd nadat hij zelf via kruisdood en opstanding teruggegaan is om zijn plaats in te nemen in de hemel. En weet u wat hij zei? Hij zegt, ik ga een plaats voor u voorbereiden en wanneer ik klaar ben, kom ik terug om u tot mij te nemen. Opdat u mag zijn waar ik ben. Zitten we daarop te wachten? Zitten we te wachten dat Jezus komt om ons mee te nemen? Of willen we nog blijven genieten van deze wereld? Het is niet zo makkelijk
om helder te krijgen wat Jezus bedoelt met deze aankondiging. Want het baart ons ook zorgen. Het roept bij ons inderdaad ook vragen op. Wat nu? Het gaat vooral om de vraag op welk tijdstip het allemaal zal geschieden. Daar zijn we allemaal nieuwsgierig naar, want we willen ons voorbereiden. Maar voorbereiden in Bijbels perspectief is altijd klaarstaan. Altijd bereid zijn de Heere te ontmoeten. En de Heere ontmoeten, geliefden, is niet alleen maar wachten tot Hij komt, bazuin geschal, het is de Heer. De Heere ontmoeten is ook wanneer we sterven. Is ook wanneer de tijd gekomen is dat we deze aarde moeten loslaten om bij de Heere te gaan. Dat is ook een ontmoeting. Dus altijd, te allen tijden, moeten wij klaarstaan om de Heere te ontmoeten. Wanneer het precies gaat het gebeuren? Daarachter is er een grote vraagteken. Je krijgt het ene moment, als je het leest, de indruk dat het gaat om wat we dan de eindtijd noemen, zoals ik het al heb gezegd. De periode die voorafgaat aan Jezus zijn triomfantelijke komst op de wolken. Wanneer hij met heerlijkheid, met macht en engelen bazuingeschaal zal verschijnen op de wolken. Dat is ook precies wat ik zelf begrijp uit de woorden, vers 27, vers 28 en als je verder leest, vers 36, waar er staat, de mensenzoon die in heerlijkheid zal verschijnen en ons ter verantwoording roept. Dit gedeelte, broers en zusters, valt in tweeën uiteen. Het eerste deel beschrijft de verwoesting van Jeruzalem onder keizer Titus. Jeruzalem zal worden geconfronteerd met het gericht, omdat men niet tot inkeer is gekomen. Ze hebben namelijk geen acht geslagen, geen oog gehad voor Gods ontferming. Gebeurt dat ook vandaag? Misschien moeten we ons afvragen. Is iedereen zich bewust van Gods ontferming? Dat we in de genadetijd leven, de tijd die voorafgaat aan de komst van Jezus. En zolang het nog genadetijd is, hebben we de mogelijkheid om ons tot God te richten. De mogelijkheid om ons leven opnieuw aan Hem te wijden. Maar genadetijd heeft ook een einde. Er komt ook een eind aan die genadetijd. Dat zegt Jezus heel duidelijk in dit gedeelte. De discipelen toen, die hoorden van die waarschuwing van de Heer Jezus. En ze hebben het zich ter harte genomen. Want ze zijn op tijd gevlucht uit Jeruzalem. En dan bereikt de beschrijving tot aan het einde van de tijden. Tot in onze tijd. Ik zeg niet tot en met. Ik zeg tot in onze tijd. Deze zondag, broers en zusters. Mensen bezwijmen van vrees, zegt Jezus, voor de komende verschrikkingen. Het zal een vreselijke tijd zijn. Maar dan, als in één adem, gaat het verder over de tekenen aan de hemel en angst onder de volken als het ware vanwege kosmische rampen, zoals Jezus dat zegt. En dan komt Jezus, dan verschijnt Hij op de wolken als overwinnaar uit de strijd die dan voorbij is. Dan is tijd van de grote verlossing. Alleen, het is nog niet zo ver. Juist omdat niemand de dag en het uur weet, is waakzaamheid geboden. Dat is de eerste les om overeind te blijven in een tijd als deze van onrust en onzekerheid. Volhouden, geduldig zijn en wachten op die Heer. Dat geldt ook voor de eerste generatie christenen die na Pinksteren de wereld in zijn gegaan met de boodschap van hoop, met de boodschap van bevrijding van Jezus. En ook zij stuiten op weerstand, geliefden, op vijandschap, vervolging, gevangenschap en zelf doodstraf. Vandaag is het niet anders. Als we luisteren naar de berichten
wat er gebeurt met christenen in het buitenland, onder andere in de oostelijke gebieden, dan weten we dat ze niet veilig zijn. Dat ze niet op de zondag rustig naar de kerk kunnen gaan zoals wij dat doen. Maar dat ze ergens onder de grond, in een kelder of in een rots, zich moeten verschuilen met die Bijbel in de hand. Om toch de Heer te kunnen aanroepen. Om toch met het woord van de Heer bezig te zijn. Wij mogen rustig hier zitten in Gods huis, in alle veiligheid. En Jezus zegt in Lucas, in Marcus 13, vers 32, hij zegt, niemand weet van wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engelen niet, de Zoon des mensen ook niet, maar het is aan God, de Vader. Zie daar het belang om waakzaam te blijven, om voortdurend te blijven bidden. De Heer Jezus, die besluit zijn toekomstreden met een gelijkenis en een waarschuwing. In gelijkenis laat hij zien dat we moeten letten op de tekenen der tijden. Ziet u hoe belangrijk het is dat u niet alleen maar blijft in uw eigen omgeving of uw eigen wereldje. U moet ook kijken wat er om u heen gebeurt. In uw buurt, in uw wijk, maar in uw land, maar ook in die wereld. Wat gebeurt er? Wat zijn de tekenen die de Heer ons laat zien om te begrijpen, het heeft met de eindtijd te maken. Die waarschuwing is, blijf waakzaam. Bid voortdurend, geliefden. Wat er dan ook gebeurt. Want dingen overkomen ons. We worden ook ziek, of we hebben ook pijn, of we worden ook geconfronteerd met de dood van een geliefde. En noem maar op, van alles en nog wat kan met ons gebeuren, omdat we leven in een wereld die vervallen is. Een wereld die het niet beter zal maken voor ons. Maar God wel, omdat Hij altijd bij ons is. Om ons te helpen, om ons weer de kracht te geven om door te gaan en het niet op te geven. Maar Hem te verwachten onder alle omstandigheden. Broers en zusters, die tekenen, die zeggen niet van Jezus komt morgen of overmorgen. De tekenen mogen we zien als een richtingwijzer. Niet als een tijdspad van hier naar, zeg maar, Parijs is zoveel honderd kilometers. Nee, het is een richtingwijzer. Het herinnert ons eraan dat die dag van Christus wederkomst dichterbij komt. Elke dag weer komt het een dag dichterbij. De dag weten we niet, het tijdstip weten we niet. Maar hij komt zeker, dat is wel belangrijk. Dat heeft hij ons meegegeven, dat hij komt. Dat staat als een paal boven water. En daarom die waakzaamheid. Daarom blijven bidden, geliefde broers en zusters. Want die tijd dwingt ons en rooft ons van onze vrijheid. Rooft ons van onze aandacht om op God te letten en op de dingen om ons heen. We zijn geneigd, we zien het zeker in deze tijd, om voorzichtig te zijn, wat goed is. Maar tegelijkertijd isoleren we onszelf. Tegelijkertijd hebben we de neiging om niet te gaan naar de ander. We kunnen wel de telefoon pakken, maar naar de ander gaan vanwege afstand van alles en nog wat gebeurt juist in deze tijd. Deze tweede Adventszondag horen wij waakzaam zijn. Let ook op de ander. Let ook op elkaar. Sla acht op de dingen om ons heen. Want het heeft ook met ons te maken. Omdat wij ook in deze tijd leven. Jezus, die heeft het beste met ons voor. Omdat hij alles al gedaan heeft, zodat wij gewoon kunnen wachten op zijn komst. En nogmaals, wachten is niet alleen wanneer we bazuingeschal horen. Het is ook voorbereid zijn om deze aarde te verlaten. Klinkt een beetje gek. Maar ook wanneer we Advent vieren of midden in de Adventstijd zijn, denkend aan de viering van de geboorte van Jezus Christus,
dat die blijdschap een beetje overschaduwd wordt door alles wat we zo ervaren als te zijn een beknotting, als te zijn dat het voor ons niet prettig leven is op deze manier. Daarom, geliefde broers en zusters, wij weten als christenen dat deze wereld uiterlijk in verval en geestelijk geïnfecteerd is met zonde. Die confrontatie met de ellende op deze wereld doet ons pijn, verdriet. Het baart ons zorgen. Maar we hoeven niet pessimistisch te zijn, want we hebben hoop. En daarom, in geloof zien we uit naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die God beloofd heeft. Die zeker zal komen. Er zal een wereld zijn vrij van zonde, van ziekte, van kwaad. Daar spreekt de gelijkenis van de vijgenboom over. Maar Jezus zegt daar heel duidelijk, hef je hoofd op. Als je dat ziet gebeuren, kijk uit naar de Heer. Bid tot Hem. Vraag Hem om wijsheid, om inzicht. En wees waakzaam. Laat je niet door omstandigheden dat je in je eigen schulp kruipt. Maar wees waakzaam. En doe wat de Heere vraagt. Want het leven overwint de dood door Jezus. Dat is alles wat Hij al gedaan heeft voor ons. Leef vanuit die overtuiging. En zie op Hem. Want de dag nadert dat Jezus verschijnen zal om u en ik mee te nemen in een oogwenk, zegt Paulus. In een fractie van een seconde, als Hij komt, zijn we verdwenen. En zij die Hem nog niet kennen, voor hen wordt het moeilijk. Voor hen wordt het wat Hij noemt de grote verdrukking. Waar een strijd hevig zal uitbarsten. En die strijd wordt een oorlogsstrijd tussen u, tussen degenen die achterblijven en de Satan. Daar zou ik niet bij willen zijn. En ik geloof u ook niet. U wil veilig bij de Heere zijn. Daar heeft Hij al voor gezorgd. Maar nu, in deze tijd, zolang we leven, is het een kwestie van bidden, voortdurend, van waken, zonder ophouden. Opdat wanneer de tijd er is, dat wij bij Hem mogen zijn. Laat dat een troost voor ons zijn, een hoop die we niet loslaten, wat er ook gebeurt. Maar dat we elkaar mogen bemoedigen, anderen mogen bemoedigen om op de Heere te blijven zien. Want dat is wat God ons heeft beloofd. En wat Hij beloofd heeft, komt Hij zeker na. Geloofd en geprezen is Zijn naam. In Jezus' naam. Amen.
Ja, waak en bid, broers en zusters. Zoals broeder Sporksleden als organist dat net gespeeld heeft. Laat dat een manier van leven zijn als christen. Waken en bidden. Niet alleen wanneer het advent is, maar elke dag. En God zal ons daarin tegemoetkomen. In wat van voor dat moment nodig is. Dan wil ik overgaan om de jarigen te feliciteren. Er werd nog gevraagd of zuster Rinja Welles, die is niet gekomen volgens mij. Nee. Maar goed, we denken aan zuster Eugenie Chahani. Die is morgen, wordt ze door Gods genade 98 jaar. Maar ze gaat maar door, alsof ze jonger wordt. En natuurlijk, we gaan daar aandacht aan besteden. We denken ook aan zuster Joyce Doesburg, zuster Marta Kensmeel, broeder Romeo Starke en zuster, even kijken, dat is zuster Norine Seinpaal. Is die wel aanwezig? Niet, ook niet. Goed, nou dan gaan we het feest voor onszelf vieren. Ze luisteren mee. Ik wil het dagwoord, Daniel is een van mijn favoriete Bijbelboeken, niet omdat ik Danny heet, stamt af van Daniel, misschien wel even, maar Daniel zegt, of althans uit Daniel 3 vers 32 staat, het heeft mij behaagd de tekenen die de Hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. We weten allemaal wie Daniel is. Een man van geloof. Een man die, ondanks het feit dat hij begreep dat de koning opdracht had gegeven om hem in een dusdanige situatie te brengen, dat hij zou sterven in de leeuwenkooi. Maar Daniel wist op wie hij kon hopen en geloven. Die levende God, die alle macht heeft. En dat heeft hem alleen maar geestelijke winst opgebracht. Want zelfs de leeuwen in de kooi, die konden hem niets doen. Integendeel, beschermden ze hem. Nou, die Daniel, als je dat verhaal weet, hoort, ziet, begrijpt, dan heb je ook redenen als Daniel om dit te zeggen. De tekenen die de Hoogste God mij gegeven heeft en de wonderen die hij gedaan heeft om dat bekend te maken, om het van de daken af te schreeuwen, hoe goed God is. We hebben het gehoord bij de dank die zuster Wilfried Boldewijn heeft uitgebracht. Masraboom. En God is ook goed, onder alle omstandigheden. Zolang je hem vertrouwt, zolang je vasthoudt aan die belofte die hij gedaan heeft. Die belofte geldt natuurlijk ook voor mensen die hem niet kennen, alleen ze begrijpen het niet. Maar u begrijpt het wel. En u kunt vanuit die belofte leven, handelen, spreken, getuigen. En ik hoop dat u die jarig bent geweest, jarig is en jarig wordt in de nieuwe week, dat u dat ook mag doen. Om te getuigen van God zijn goedheid, zijn liefde en genade. Nou, we gaan dan toch de jarigen toezingen het lied Kefami Atidenyam Pre, die Jezus lobimi. We noti, noti musude, de puruhen nami.
Laat ons dan bidden, broers en zusters. En het gebed is zo belangrijk. In de boodschap heb ik het ook gehad over bidden, hè? Waar we opgeroepen worden om voortdurend te bidden. Maar dit is een moment waarop we samen ons tot de Heer kunnen richten. En u kunt dat straks doen met uw eigen gedachten, uw eigen verlangens, zoals u hier staat op dit moment voor Gods genade troon. God kent wel uw hart, maar God wil gebeden zijn. Dus grijp ook die gelegenheid om alles aan hem voor te leggen. We hebben heel wat we de Heer willen vragen. Denk aan de zieken, we denken aan de bedroefden. God wacht op ons. Laten we dan ook goed gebruik maken, dankbaar gebruik maken van dit moment van gebed. Ja, hemelse God, liefdevolle Vader. Dank u dat wij mogen komen tot u zoals we zijn. Zondig, onrein. Om op de eerste plaats u te vragen dat u ons weer aanneemt, Heere, door ons schoon te wassen. Door ons te reinigen op dit moment opnieuw. Dank u, Heer, dat door Jezus Christus u de weg voor ons geopend heeft. Door het verzoenend werk dat hij volbracht heeft op Golgotha. Dank u dat u ons zo genadig bent. Dat door het geloof in hem u ons heeft gerechtvaardigd. Waardoor we voor u kunnen staan op dit moment opnieuw. Dat u ons vernieuwt in ons denken. Dat u ons zuivert in onze gedachten. Dat u bereid bent ons te maken tot een nieuwe schepping in Christus Jezus. Ja, zo staan we voor uw troon, Heere, met de smeekbede om genade. Dank u voor uw goedheid en trouw. Dank u voor uw liefde en genade. Heer, want u heeft het beste met ons voor. Terwijl het onrustig is in de wereld, terwijl er van alles en nog wat gebeurt, buiten ons om, maar soms ook in ons, Heer, bent u die God die ons genadig is en ons leidt uit alles. Zolang we vertrouwen hebben in u, zolang we blijven bidden tot u, o God, zolang we proberen acht te slaan op wat u ons wilt leren. Ook wanneer we lijden, ook wanneer we moeten strijden, ook wanneer we ziek zijn, ook wanneer we pijn hebben, Heere. Want u heeft met alles een bedoeling. Dank u, Heer, dat u ons leert geduldig te zijn, waakzaam te zijn, biddend in het leven te staan. Daarom komen we ook, Heere, niet alleen met onszelf, maar ook met allen die ons dierbaar zijn. Onze gezinnen, Heere. Heer, allen die behoren tot onze huisgenoten. Of als we alleen zijn. U weet het, o God. Wil ook daar uw genade schenken. En ons allen helpen, Heer. Om als ware christenen, ware kinderen van u te staan in het leven. Opdat we elkaar mogen beïnvloeden op een wijze zoals u dat behaagt. Opdat we voor anderen een zegen mogen zijn. Ja, Heer. Zo bidden wij voor allen die ons dierbaar zijn. Schenk uw heil en laat uw licht over hen opgaan. Waar ze ook zijn, uw hand is niet te kort om hen aan te raken. Heer, maar we komen ook met de zieken onder ons. Dank u dat u ze kent en dat u ze bezoekt. Maar u oproept ons ook op om er ook te zijn voor hen. Om ook voor hen op de bres te staan. Ja, goede God, wij danken u dat wij opnieuw zuster Astrid van de Vijver in uw hand mogen leggen. Dat we mogen bidden voor zuster Emma Lijsberger. Dat we mogen bidden voor zuster Edith
Dallas Fort. Dat u ook broeder Leo Wong-Sikwi neemt in uw, aan uw hand, Heer. Broeder Eddie Wijmans, goede God. Maar ook broeder Wim Lansdorf. En alle anderen die we niet bij name hebben genoemd. U kent hun situatie. Dank u dat u zich over hen ontfermt. En dat wij, Heren, mogen bidden voor hen. Heer, we denken ook aan zij die bedroefd zijn. Ook de familie Lansdorf. Dan denken we aan Andrew en zijn vriendin. De zussen en allen, Heren. We denken ook, o God, aan de familie Martodrono. Als morgen zij hun man, vader, grootvader, hun vriend, onze medewerker in uw wijngaard, ten grave zullen dragen. Heer, dank u dat u de familie wilt troosten en sterken. En alle anderen, Heren, waarvan u ook weet dat ook zij troost nodig hebben. U, de God aller vertroosting, de God aller genade, schenk uw heil, Heren, over hen. Heer, we zijn dankbaar voor zij die een nieuw levensjaar schenkt uit genade. Dank u voor zuster Eugenie Chahani, zuster Joyce Doesburg, zuster Martha Kensmeel, zuster broeder Romeo Starke, maar ook zuster Seinpaal, Heer, Norine Seinpaal en alle anderen, goede God. Laat dat nieuw levensjaar, zoals we gezegd hebben, een jaar zijn waar ze u groot maken, u eren, u prijzen, Heer, voor wie u bent en wat u doet, door Christus Jezus onze Heer. Heer, we staan stil bij alle plannen die er zijn. Dank u, Heer, voor de komende dienst volgende week van de zondagsschool, omdat ze op hun wijze, ondanks, Heren, deze COVID-19-situatie, de pandemie waarin we leven, dat ook zij als kinderen iets mogen laten horen, laten zien van uw grootheid en macht en majesteit. Zegen hen, Heren, daarbij. Maar dank dat we het avondmaal op 20 december mogen vieren met elkaar. Heer. Heer, we zijn ook hier om te bidden voor allen die van plan zijn met vakantie te gaan, dat ondanks de omstandigheden die mogelijkheid er ook is, Heren, dank u dat u met allen meegaat, o God. Omdat daar waar ze zijn, zij behoed, bewaard en beschermd mogen zijn. Dat ze ook daar niet vergeten, Heren, voortdurend te bidden en waakzaam te blijven. Dank u voor alle vakantiegangers, Heer. Heer, en zo hebben we onze persoonlijke gebeden die we in stilheid tot u willen opzenden. Dank u dat u wilt luisteren. Geloofd en geprezen bent u, Heilige God, liefdevolle Vader, dat u hoort en verhoort, dat op uw tijd, op uw wijze, u antwoord geeft op al deze gebeden, de voorbeden, maar ook de persoonlijke gebeden die tot u zijn opgezonden, Heer. Dank u dat u voor iedereen plaats heeft. Dank u dat u voor iedereen aandacht heeft. En dat ze mogen weten, Heer, wij allen, dat er een oplossing komt. Want verlossing is nabij. Wij heffen ons hoofd op, omdat we van u alles mogen verwachten. U, die ons heeft leren bidden, onze Vader, in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan willen we de dienst beëindigen, broeders en zusters, met een stukje belijdenis voordat we het laatste lied zingen, Het Hoofd Omhoog, de Heer zal komen. Voordat we daartoe overgaan, wil ik u alvast een heel mooie voortzetting van deze tweede Adventszondag toewensen. Een goede week, succes bij alles wat u gaat doen. Blijf bidden, blijf waken en waakzaam zijn. Want dat is wat ons leven moet typeren, zeker in deze tijd. Ik wil u eraan herinneren dat we volgende week dus de kinderdienst hebben en de 20ste pas gaan we onze avondmaalsviering houden. Geeft u het zoveel mogelijk door aan elkaar, zodat mensen daarmee rekening houden, onze gemeenteleden er rekening mee houden. Wij gaan belijden. Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde, die waardig is te ontvangen de kracht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, de lof en de heerlijkheid. Hem zij ere te allen tijd in de gemeente die hier op hem wacht en ginds voor zijn troon staat, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Verhef uw hart en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In Jezus naam, ja, amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Het hoofd omhoog, de Heer zal komen. Met bazuin geschaal. Morgenrood wordt waargenomen. Ja, hij komt, die komen zal. Geest en bruid, zij roepen samen. Kom, o bruidegom en hoofd, schenk vervulling. Amen. Werk hetgeen gij hebt beloofd. Ja, gij komt, gij daalt in luister. Uwe bruid van aarde af. Gij werpt Satan in de kluister. En aanvaard uw koningsstaf, dan op uw troon gezeten, aan des vijands macht ontrukt, is het licht der aard vergeten, dat uw pelgrim hier vaart. Nogmaals Gods overvloedige zegen toegewenst. Dank u.